Goedemiddag allemaal. Heel hartelijk welkom bij deze infodag van Stichting PLN. We hebben een paar primeuren waar ik graag even uw aandacht voor vraag. Allereerst is het vandaag voor de eerste keer dat we ook een livestream hebben. Dus alle mensen die thuis meekijken en luisteren wil ik ook bij deze heel hartelijk welkom heten. Een andere primeur die we hebben heeft u waarschijnlijk allemaal al wel gezien. Er staat beneden een bloedbus van Stichting PLN. Boven zijn bloedafnames geweest en alle monsters die daarvan zijn afgenomen gaan dan naar de bloedbus. En dan hebben we eigenlijk nog een derde primeur, is dat we even een filmpje daarvan kunnen laten zien. Ja mensen, en hier is hij dan, onze PLN bloedbus. En we staan hier bij Van der Valk in Houten. Boven wordt het bloed geprikt en dat wordt dan meteen naar onze bus gebracht. En hier wordt het meteen verwerkt. Nou, hier zien jullie de binnenkant. Kijk, hier is de rij druk bezig om het met één te verwerken. En Francesca is hier ook bezig. En dat allemaal gewoon in een bus. Hè. Joh, we doen het toch best wel gaaf. Nou, u kunt zich voorstellen dat we hier ontzettend blij mee zijn. En ook wel heel erg trots. Ik ga voor u de verschillende sprekers aankondigen vanmiddag. Ik zou graag Pieter Gleijnes, voorzitter van Stichting PLN, nu willen uitnodigen. Dankjewel Annette. Ben ik verstaanbaar voor iedereen? Ja, ik hoor mezelf al, dus dat gaat blijkbaar goed. Ja, nogmaals een hartelijk welkom. Ja, het bijzondere blijft allemaal dat we familie zijn. Dus ja, ik heb het al vaker gezegd. En het is natuurlijk aan de ene kant iets naars wat ons als familie met elkaar bindt. Maar aan de andere kant geeft het ons ook met z'n allen de kracht om te zorgen dat er een oplossing voor komt. Ik neem jullie eventjes, ik weet niet in hoeveel mensen al een keer eerder iets van mij hebben gehoord, gezien. Maar ik neem jullie even een stukje mee door mijn levensverhaal. Mijn leven begon eigenlijk met een droom, een prachtige jeugd op een melkveehouderijbedrijf. En als je dan samen met je buurjongen ook nog een uitvinding doet, dat is waar vele mensen van dromen. En als je daar een bedrijf omheen mag bouwen, dat wordt nog veel leuker. Dus ik had een geweldig succesvolle carrière. Het stukje in de krant komt uit 1984. Twee HTS'ers de boer op met een nieuwe buizensnijmachine. Die buizensnijmachine zal u niet zeggen, maar het was best wel een gaaf idee. En op het hoogtepunt van mijn carrière mocht ik de eerste paal slaan van deze hele nieuwe fabriek. Ik weet niet of u wel eens in de kop van Noord-Holland komt, langs de A7. Maar daar staat deze fabriek. Ik sloeg de eerste paal. En 3 dagen later was ik in Singapore en daar ging mijn hart helemaal op hol. Dan had ik een soort elektrische storm in mijn hart. Ben ik ongeveer 40 keer gedefibrilleerd. Ternauwernood overleefd. En dat prachtige leven wat mij zo zonnig toelachte, was in 1 klap weg. Maar het leven gaat door. Gelukkig hele goede cardiologen in Singapore, ook fantastische stand van de medische techniek. Dus ik kwam er toch nog redelijk van af. Ik ga er even op wat hoofdlijnen doorheen. Ik heb een hele stapel ICD's versleten om elke keer mijn hart maar in controle te houden. En uiteindelijk werd mijn hart zo slecht dat ik een 11 watt kreeg, oftewel een steunhart, elektrische pomp in mijn borstkas. Nou, ik ben van opleiding werktuigbouwer, dus ik voelde me daar ook best wel mee thuis. Het hele gezin was erop ingesteld. Als de kinderen een piepje horen, oh, even een batterijtje voor papa. Het gaf me ook wel weer een stukje van het leven terug. Maar ook daarna ging het toch wel 1 stap vooruit en weer 2 achteruit. En werd het leven weer moeilijker en moeilijker. Tot eind 2012 heb ik het mooiste cadeau in mijn leven mogen ontvangen wat ook maar denkbaar is. En dat is het hart van iemand anders. En ik had eigenlijk voor het grootste gedeelte afscheid genomen van dat leven. Maar als je dan getransplanteerd bent en het gaat beter en dat gaat beter, en je kan echt weer gewoon voluit leven. Hoe mooi is het dan om op dat blanco blad papier wat voor je ligt,
te zeggen wat je dan met de rest van je leven wil. We hebben 3 fantastische kinderen. En heel voor de hand liggend, als je zo'n bedrijf hebt geleid, zeg je dan van nou, ik heb mijn kinderen wel eens wat tekort gedaan. Mijn kinderen komen op plaats nummer 1. Maar PLN overerft voor 50%. En zoals gezegd, we hebben 3 kinderen. Statistisch hebben we dan geluk. Het is er maar 1 van de 3. Maar toch. Dus ik heb het daarna tot een missie in dit aan mij gegeven leven gemaakt om de wetenschap zodanig te kunnen bewerken om een behandeling voor deze ziekte te vinden. Een stukje mijn... En als ik daar dan wel eens met iemand over in discussie ben en als er weer eens een wetenschapper zegt van ja, Pieter Kleines, is een beetje rustig aan, want dat is nooit goed genoeg bij jou en dat gaat nooit snel genoeg, dan is dit altijd mijn ultieme overtuigingsmiddel om uit te leggen waarom ik dat dan doe en waarom ik die druk erop zet. En niet alleen ik, want ik zeg nu ik, hè, maar PLN, ik ben wel in 2012 met die stichting begonnen. Maar de stichting PLN is inmiddels een fantastisch team van vrijwilligers. En het filmpje wat u net ziet, ja, dan voel ik me net een aap met 7 staten. Zo trots als ik daar dan op ben dat we dat met z'n allen dan gewoon voor elkaar krijgen. Mijn leven voor een heel belangrijk deel in belang van PLN. Aan het begin met elkaar gezegd, een B-hack zal u waarschijnlijk niet zeggen, het woord B-hack, maar B-hack betekent Big Hairy Audacious Goal. Dus we een heel team van mensen aan tafel gaan zitten, van als we nou alles op alles zetten, hoe kunnen we dan zo snel mogelijk die behandeling voor onze patiënten vinden? Nou, vandaar is een hele trein op gang gekomen van allerlei onderzoeken. We bouwen veel meer trapsraketten. Klinkt misschien gek, maar van het geld van onze donateurs, velen van jullie ook. Daar financieren we verkennend onderzoek uit. En als daar interessante dingen uit vandaan komen, dan vragen we daar weer een subsidie op aan. En zo hebben we al een keertje een subsidie van 6 miljoen binnen weten te krijgen. Een van 3,5 miljoen, een van 645.000 euro en 8 miljoen. En ik ben met u eens, dat is ongelooflijk veel geld. Maar medisch-wetenschappelijk onderzoek is ongelooflijk kostbaar. Om een therapie naar mensen te brengen praat je al heel gauw over een kostenplaatje van tussen de 100 en de 150 miljoen euro. Nou is PLN ook wel een ziekte die veel leed veroorzaakt en veel kosten ook veroorzaakt. Dus het mag ook wel wat kosten. In het begin was ons doel, we willen zo snel mogelijk die behandeling vinden. Maar wat we ook zien is dat er een heel aantal behandelingen voor bijzondere ziektes, weesziektes zoals we ze noemen, zoals PLN er ook is, dat de behandelingen die daarvoor komen extreem duur zijn. We zien behandelingen komen die 500.000 per patiënt per jaar kosten. Ja, dat kan de bedoeling niet zijn, dat kan ons zorgsysteem ook niet dragen. Als we naar cystic fibrosis kijken, daar is een bedrijf uit voortgekomen, dat heet Vertex. Een bruto marge van 97%. Nou weet ik niet of u dat wat zegt. Maar dat betekent dat de productiekosten van het medicijn zijn 3% van de kosten waarvan het verkocht wordt. Met patentstapelingen en weet ik wat allemaal wordt daar door mensen ongelooflijk veel geld aan verdiend. En het probleem bij PLN is ook nog dat bij PLN het grootste aantal dragers zit gewoon in Nederland. Het is in Oost-Friesland ontstaan, aan de oostkant van Friesland. Het heeft zich door Nederland verspreid. Aan de ene kant hebben we in Nederland een prachtige minister die heel erg zijn best doet om die kosten van medicijnen terug te dringen. Dus die onderhandelt ongelooflijk fel met farmaceuten. We hebben het afgelopen weken ook kunnen horen dat er een aantal medicijnen ook geweigerd waren door onze minister. De keerzijde daarvan is wel dat een heleboel farmaceuten zeggen, ja, een oplossing bedenken voor een ziekte waarvan ik het geld terug moet verdienen in Nederland. Ik denk dat ik liever naar een ander land ga. Dus we moeten als stichting ook voldoende geld bij elkaar brengen om het tot een niveau te brengen dat een farmaceut het verder oppakt en het brengt. Maar er staat, we hebben inmiddels contact met heel wat farmaceuten, maar we moeten echt nog wel een paar stappen verder met z'n allen. En daar is gewoon geld en veel geld voor nodig. Maar er zit wel licht in die tunnel. Hè? Luc gaat daar straks meer over vertellen, dus daar ga ik nu verder even niet op in. Hier onze eerst veilig en maar betaalbaar.
Maar een tweede doel van onze stichting is, want hoe we zien echt aan de horizon die behandelingsmogelijkheid komen. Maar hoe jammer zou het zijn als we hem hebben, maar niet weten bij welke patiënten we hem allemaal moeten brengen. Of bij welke dragers. Dus het vinden van al die dragers en het informeren daarvan is ook een belangrijke doelstelling van onze stichting geworden. Nou, die behandeling, daar gaat Luc zometeen wat verder over vertellen. En daar hebben we echt de afgelopen tijd hebben we een paar prachtige medisch-wetenschappelijke doorbraken weten te bereiken, waarmee het echt in beeld is gekomen. Dan, u zag al eventjes het filmpje net. Heel veel dragers die ook bloed doneren. Want dat moet getest worden. Je kan niet zomaar een of ander idee bij mensen gaan proberen. Met het bloed wat afgenomen wordt, daar kunnen we een bepaald celtype uit isoleren. Dat gebeurt ook in die bus beneden. En daar kunnen we dan een soort stamcellijnen van maken. En van die stamcellijnen kunnen we weer hartspiercellen van mensen namaken. En daar kunnen we een heel aantal dingen, daar kunnen we de ziekte mee bestuderen. Maar we kunnen ook testen of bepaalde therapeutische, dus oplossingen voor de ziekte werken in die cellen. Op die manier kan je heel veel dierproeven voorkomen. Maar uiteindelijk hebben we ook, daar willen we heel open over zijn, dierproeven nodig. Want uiteindelijk moet het wel ergens in getest worden. Nou, afgelopen week hebben we een Europees patent weten te indienen op een varkensmodel van PLN. Dus we hebben het menselijk gen ingebouwd in een varken. En daar kunnen we dan een heleboel tests ook op doen als die goed uit die hartspiercellen van mensen vandaan komen. Bloed, ontzettend belangrijk. Nou, sociale media, u kan alle berichten van ons volgen. En dit is de belangrijkste boodschap. Er is licht in die tunnel. Maar we zijn er niet. We hebben echt nog een heel eindje te gaan. Er is nog een hoop werk te doen. We hebben een fantastisch team van PLN-vrijwilligers die er knalhard voor werken. En daarmee gaan we hem echt verder in beeld brengen. En we gaan zorgen dat hij er komt. Ik dank u voor uw aandacht.